Watch Channel Zero. Ik doe wat op een basgitaar, maar dat wordt door sommige mensen gewaardeerd, door meer mensen eigenlijk niet. En dat komt zo eigenlijk dat ik nooit goed bas heb leren spelen. Maar ik heb het geluk dat ik al van begin af aan met een hele goede drummer heb samengespeeld. En altijd met hele goede andere muzikanten, waardoor dat niet zo opviel dat ik eigenlijk er een beetje achteraan bungelde. En ik vind het ook een gigantisch succes om in de finale van de Grote Prijs te hebben gestaan. Met eigenlijk maar de beperkte kennis die ik op mijn bas heb. Mijn naam is Theo Hayes. Theo is denk ik de positieve kracht in het hele gebeuren. Nou, Theo is een van mijn beste vrienden. En wat ik al zei, we spelen al 16 jaar samen en we zijn al 16 jaar goed bevriend. Een goede muzikant zeker. Niet zo'n goede bassist, maar wel een goede muzikant. Sommige mensen zijn gewoon een zeldzaamheid of zo, of een soort uniek diersoort. Nou, en dat vind ik Theo toch wel een beetje. De mens Theo is zeer interessant. Een soort allesvreter. Hij is met zoveel verschillende dingen bezig. Ja, dat wordt wel eens beweerd. Er zijn inderdaad veel dingen die mijn interesse hebben. En moet ik wel even bij zeggen, omdat dat verschillende dingen zijn, zit ik eigenlijk nergens echt heel erg diep in. Dit is een van de 50 mensen die ik jullie wil laten horen die erg bepalend zijn voor mijn muzikale ontwikkeling. Het is het nummer 7&7 is van de groep Love. En het aardige hierbij om te vertellen is dat als ik het vroeger in het jaar 66, als ik me goed herinner, op de radio hoorde, zat ik met mijn oor in het speakerdoek gedrukt. Weet je, want dan had je nog geen stereo-installaties. En elke keer als het nummer dan, als ik dacht dat het afgelopen was, dan vond ik het zo raar, want het leek alsof ze dan een bluesnummer erachteraan draaiden. Kijk, na deze onweerslag, dan gaan ze met een soort bluesje beginnen. En het heeft jaren geduurd voordat ik in de gaten had dat dat bij eenzelfde nummer hoorde. Kijk, en zulke dingen die maken het voor mij interessant, de muziek. Gaan we gauw weer door naar het volgende fragment. Nou, in juni 1950 was er ooit een circus in het plaatsje Woepertaal. En die had bij wijze van promotiestunt hadden ze een olifant in die tram gestopt. En die tram zou dan van het beginpunt naar het eindpunt gaan. En nou ja, een hoop publiciteit omheen van leuk, dat circus dat deed vanavond op. En ja, een klein olifantje in die tram gepropt. Maar ja, goed, zo'n tram die maakt natuurlijk, zoals ik al zei, die hangt aan wat rails. Die schommelt natuurlijk een beetje in de bochten en die olifant werd daar een beetje zenuwachtig van. En ja, wist die olifant veel dat hij boven de grond hing, dus die bouwde gewoon uit. Ja, en die zien ook niet het verschil tussen deuren en geen deur, dus die dacht van hup eruit. Dus die ramde zo door een band van die tram heen. En hij had het geluk dat die tram voor een groot gedeelte boven het riviertje de Woeper gaat. En toen viel hij van een meter of 10 in dat riviertje en hij heeft het overleefd. Hij is gewoon ongedeerd uit het water gehad. Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste pijlers. En dan zijn er nog een aantal dingen die ik dan wel een beetje leuk vind, maar die zijn niet de moeite waard om je te vertellen. Maar natuurlijk, bovenal staat de muziek. Behalve mijn vingers gebruik ik ook wat, soms wat andere dingen waar doorgaans bassisten niet zo
heel erg gewoon zijn om die te gebruiken. En inderdaad, een van die hulpmiddelen, dat is een boormachine, maar puur zuiver alleen omdat ik het effect wat dat geeft zo mooi vind. Een zaag, omdat ik de tanding van een zaag, als die over de snaren heen gaat, dat ik ook mooi vind. En een schroevendraaier klem ik wel eens tussen de snaren, dat geeft ook een bijzondere soort afdempingseffecten. Iedereen staat vrij om te denken wat hij ervan van vindt. Ik heb er zelf gewoon veel plezier in om zo te spelen. En wat het gesprek achteraf bij de bezoekers oplevert, daar zit ik verder niet mee. Dus als ze zeggen psychopaat, dan vinden ze dat ook prima. Dan vinden ze in ieder geval iets van. Dat is in ieder geval beter dan niets. Het volgende fragment wat nog meer bepalend is dan het vorige. Dat is van de vierde van de Softmachine. En kijk, de bassist die je nu hoort is Huge Hopper. Dat is, ik kan bijna zeggen, dat is bijna een persoonlijke vriend van me. Een tijdje met hem gecorrespondeerd, tapes uitgewisseld. En hij is de eerste die mij heeft laten ontdekken wat een basgitaar bespelen is met fuzz. Hey, dat komt goed uit. Ja, ik denk dat ik dan vanmiddag vrij neem, dan kom ik er gelijk aan. Dit is goed nieuws. Hey, ja. Tot zo, hè. Dag. Ja. Mensen, ik moet vanmiddag vrij nemen. Later hoor je... Ik heb gewoon een volledige baan van 8 uur per dag. Maar... ik moet wel zeggen dat het werken is toch wel leuk ook. Hoor. Ik heb hele leuke collega's waardoor het altijd toch wel heel gezellig is. En dan vergeet je eigenlijk dat je gewoon met werk bezig bent. Dus de omgeving ook en alles wat erbij hoort. Het is niet vervelend om te werken, maar inderdaad, het kost wel veel tijd. Dat is waar. Ik denk wel dat de collega's wel vinden dat ik een beetje anders ben. Ja, dat idee heb ik wel, maar niet negatief. Ik geloof niet dat ze het anders als negatief zien. Nee, maar als je het een aantal dingen vergelijkt met zoals collega's leven, dan zijn er inderdaad wel duidelijk verschillen merkbaar. Heb jij het gevoel dat je hebt moeten aanpassen om zo te kunnen leven? Nee, totaal niet. Nee. Nee hoor, daar hoef ik niet over na te denken van... Nou, dat is niet helemaal waar. Er zijn natuurlijk wel situaties waarin je dan een beetje... aanpast aan de situatie zelf, maar dat is niet structureel.